heel iets anders. We gaan het hebben over de week tegen kindermishandeling. En daarvoor bij mij op de banken Lucie Huis. Jij werkt voor de gemeente Boxtel en bent verbonden aan de week tegen kindermishandeling. De week tegen kindermishandeling is een landelijk initiatief. Ja. En ik werk voor de gemeente Boxtel, Nikkels-Gestel en Haren. Ja. Eigenlijk vergelijkbaar met jou. Ja, want jij bent coördinator preventie basisteam jeugd en gezin. Ja, wat houdt die functie precies in? Nou, we hebben binnen de drie gemeentes hebben we een team jeugd met een heleboel collega's uit de GGD, van MEE, van Contour de Twern, van de andere welzijnsinstellingen. Mm-hmm. We werken samen met jongerenwerk, met buurtsport, met leerplicht, met de voorschoolse voorzieningen, met de scholen. En de afgelopen jaren sinds de nieuwe jeugdwet is er heel veel aandacht uitgegaan naar de zwaardere jeugdzorg. Mm-hmm. En natuurlijk is er ook heel veel aandacht geweest voor de lichtere vormen van ondersteuning. Mm-hmm. En daar willen we weer meer een terugbeweging naar maken. Ja. En daar mag ik me dus samen met heel veel andere partners mee bezighouden. Ja, we hebben over de week van de kindermishandeling. Het was voor de zesde keer, hè, mm-hmm. de week van de kindermishandeling. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt deze week exact in? Ja. Nou, de week tegen kindermishandeling, die was van 19 tot 25 november, dus net voorbij, is een landelijk initiatief vanuit de landelijke overheid, mm-hmm. Het Nederlands Jeugdinstituut onder andere. En het belangrijkste is om elk jaar in die week een bewustwording op gang te brengen over kindermishandeling. En om mensen in herinnering te brengen dat zij zelf een verschil kunnen maken in de omgeving van een kind, voor een kind. Ja, ja, want het is een onwijs belangrijk onderwerp. Hè? Het liefst wil je er niet, eigenlijk niet mee bezig zijn, maar je wil die bewustwording bij mensen bekendmaken of praat erover. Zijn er thema's aan verbonden eigenlijk? Dit jaar, elk jaar is er een ander thema. Dit jaar is het thema ik maak het verschil. En dan staat ik voor alle mensen in de omgeving van een kind. En dan gaat het erom om niet weg te lopen, niet weg te kijken, niet te gaan twijfelen aan je eigen gevoel over wat je ziet, wat mm-hmm. je denkt te zien. Maar dat je de stap zet om om advies te gaan vragen. Om na te gaan denken van, hey, wat zie ik en moet ik daarover een moet ik aan de bel trekken? Dat klinkt heel zwaar. Ja, moet ik melding doen? Of moet... Nou, in eerste instantie gaat het erom dat je advies vraagt. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld, de belangrijkste organisatie die daarvoor bestaat is Veilig Thuis. Mm-hmm. Dat je als burger anoniem contact op kunt nemen met Veilig Thuis om je zorgen te delen. Om aan te geven wat zie ik en dat de medewerker van Veilig Thuis door heel goed doorvragen met jou af kan wegen. Is jouw zorg, is die mogelijk terecht en wat zou je kunnen doen? En heel vaak kan dat betekenen dicht bij een kind blijven. Zorgen dat binnen de school of binnen de familie of binnen de sportvereniging dat jij wel dat verschil kunt maken waardoor het kind ook ervaringen van veiligheid en van vrolijkheid opdoet. Hmm. En soms kan het zijn dat je het advies krijgt om melding te doen zodat Veilig Thuis nader onderzoek gaat doen. En dan nog komen ze heel vaak tot de conclusie dat jouw signaal terecht was, mm-hmm. Dat het goed is dat je die stap gezet hebt, maar dat het niet nodig is om de stap naar zwaardere hulp te zetten. Yeah. Maar soms wel, en dan is het wel heel belangrijk, want er wordt gezegd landelijk dat in elke klas waarschijnlijk zich wel gemiddeld één kind bevindt wat geconfronteerd wordt met kindermishandeling, met huiselijk geweld, met verwaarlozing. Onze consulenten die hebben het afgelopen jaar twee keer een training gehad van ervaringsdeskundigen van No Kidding. Mm-hmm. Er zijn meer organisaties in het mm-hmm. land die dat doen. Die geven aan dat het mogelijk gaat om twee of drie kinderen per klas. Die geven ook aan
dat als er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, dat het vaak heel langdurig is. Dat het, ook als er hulp geboden wordt, dat het maar langzaam afneemt. Dat het vaak terugkomt. Dus het blijft iets om met z'n allen heel alert op te zijn. Ja. Wij hebben een video van de week van kindermishandeling. Ik heb geleerd dat signalen, hoe klein ook, van groot belang kunnen zijn. Bewust kijken, tijd nemen, zien. En vooral ook samen met elkaar in gesprek gaan. Niks doen is geen optie. Het wordt namelijk altijd alleen maar erger. Ik kan als huisarts de stabiele factor zijn, de vertrouwenspersoon. Dus ik zeg, durf te vragen. Samen maken wij het verschil. Ik motiveer mijn collega's daarom om goed om je heen te kijken, alert te blijven. Want als je niet kijkt, dan zie je het niet. Door te zien, luisteren en het delen van signalen kunnen wij ons sterk maken en het verschil maken voor een kind. Tja. Ja, er zijn in Nederland allerlei activiteiten georganiseerd voor de week tegen kindermishandeling. Wat heeft de gemeente Boksel eigenlijk georganiseerd? Wij hebben dit jaar ervoor gekozen om de campagne van dit jaar onder de aandacht te brengen bij alle voorschoolse voorzieningen, de scholen, met het verzoek of ze de banners willen delen via hun social media. We hebben er aandacht voor gehad in Brabant Centrum, via Facebook en andere kanalen. En dit jaar zijn we in de weken voorafgaand aan de week tegen kindermishandeling, hebben we ook geïnvesteerd in de week van de opvoeding met opvoedbijeenkomsten. En in de week van de pleegzorg hebben we een campagne gedaan om extra pleegouders te werven of om mensen daar geïnteresseerd voor te krijgen. Dus daarom hebben we dit jaar in de week tegen kindermishandeling zelf geen grote activiteiten georganiseerd. Ja. Ja, en ik las ook ergens, er zijn enorm veel vormen van kindermishandeling, waar we eigenlijk helemaal geen weet van. Kun je daar iets over vertellen of niet? Nou ja, je kunt onderscheiden, je kunt het in vier grote gebieden onderscheiden. Verwaarlozing, kindermishandeling, huiselijk geweld en partnergeweld. Ja, er zijn meer categorieën. Seksueel misbruik. Het is een heel heftig onderwerp. Hè. Ik heb het idee soms dat mensen het ook heel moeilijk vinden om erover te praten. Hè, als ze iets hiervan signaleren. Daarom is het heel goed dat dit onder de aandacht wordt gebracht. Na zo'n signalering, hoe wordt er dan omgegaan met het kind? Of welke stappen worden dan gezet? Dat hangt heel erg af van de situatie, want elke situatie is verschillend. Dat maakt kindermishandeling ook zo'n complex thema. De eerste stap is advies vragen. Het is ook heel belangrijk om in contact te blijven met het kind, om in gesprek te blijven, om het kind het gevoel te geven, jij wordt gezien, jij bent belangrijk. Het is minder verstandig om heel gericht vragen te gaan stellen aan een kind. Kijk, er kunnen allerlei verschillende vormen van kindermishandeling zijn, allerlei verschillende situaties, maar heel vaak vindt het natuurlijk plaats in een gezin. Één ouder of twee ouders, maar een kind is in ieder geval loyaal aan allebei de ouders. Dus om zelf gericht vragen te gaan stellen over de situatie thuis aan een kind, dat is niet zo wijs om dat te doen zonder advies van een professional. Maar wel het met elkaar in gesprek blijven. Vooral ook kijken als je dicht bij een gezin staat. Wat je misschien is het in je eigen familiekring dat je zorgen hebt over een gezin of over een kind. Naast mensen staan. Vragen wat je voor ze kunt doen als je in die gelegenheid bent. Kijken of je samen met een vader of een moeder of iemand anders die te kampen heeft met deze problemen. Of je stappen kunt zetten in de richting van de juiste ondersteuning en de juiste hulp.
Ja, ja. Mooi, dat hoor je het filmpje. Niets doen is geen optie. Hè? Niets doen is geen optie. Ja, dat vormt dan ook, maar niets doen is geen optie. Ja. Maar dat lijkt me ontzettend lastig voor jullie als organisatie om dingen te filteren, weet je wel. Hoe beoordeel je dat? Nou, dat is ook hartstikke lastig. En daarom is het ook goed dat Veilig Thuis bestaat als organisatie die nog iets meer op een afstand staat. Mm-hmm. Mensen van advies te dienen. Ja. Als mensen naar ons toe komen, dan mogen wij in principe zo'n vraag ook niet in behandeling nemen. Dan moeten wij verwijzen naar Veilig Thuis. Tenzij je natuurlijk zelf al te maken hebt met gezinnen en met kinderen. Want onze consulenten en van de samenwerkende organisaties zien natuurlijk heel veel kinderen en jeugdigen en ouders. Wij moeten ons houden aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. En dat is een stappenplan waarin precies beschreven staat wat je als professional wel en niet mag doen. Die wordt ook aangescherpt met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Mm-hmm. En nog verder uitgebreid om professionals nog verder handvatten te geven wat de juiste stappen zijn. Ja. Dat begint met signaleren. Duidelijk voor jezelf op een rijtje zetten, wat zie ik? De volgende stap is advies. Hoe worden jullie daarin getraind eigenlijk? In het herkennen van die signalen? Ja. Nou kijk, het is natuurlijk sowieso dat alle professionals, die zijn hbo opgeleid, mm-hmm. in een sociaal-maatschappelijke richting, hè, gericht op hulpverlening. En daarnaast zijn ze tegenwoordig allemaal geregistreerd als jeugdprofessional. Mm-hmm. Daar horen eisen bij. Mm-hmm. En er zijn ook het team wordt ook getraind in het hanteren van die meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. En ook na de jaarwisseling met die aanscherping van de richtlijnen, dan volgt er ook een nieuwe training. Dus dan komen er gewoon trainers die het hele team, alle professionals die hiermee te maken hebben binnen het team jeugd, om die weer opnieuw bij te scholen. Ja. Nou, maar je had het over die meldcode. Hoe werkt dat dan? Ja, dat is een stappenplan. Ja? Voor elke groep professionals is er een meldcode. Er is bijvoorbeeld ook een meldcode voor jeugdprofessionals, maar ook voor gezondheidszorg, voor onderwijs en leerplicht voor verloskundigen. Ja. En voor jeugdprofessionals bestaat die in ieder geval uit de stappen signaleren. Dat is het eerste. In kaart brengen, wat zie ik? Vervolgens ofwel veilig thuis om advies vragen over wat je ziet. Of binnen een team jeugd mag je er ook voor kiezen om het te delen met een andere collega, dus een andere jeugdprofessional. De volgende stap is om in gesprek te gaan, zo snel mogelijk, met kind en ouders. En dat hangt natuurlijk helemaal van de situatie af, op welke manier je dat kunt doen. Maar om in ieder geval je zorgen te delen met de mensen die het betreft. En dan kan het natuurlijk ook zijn, mensen kiezen er niet voor om in zo'n situatie terecht te komen. Dit zijn geen vrijwillige keuzes van mensen om een kind te gaan mishandelen. Nee. Dus het kan ook zijn dat dan blijkt dat mensen heel graag vrijwillig hulp accepteren om hun situatie te veranderen. Nou, dat moet je vervolgens als professional gaan wegen. Van zie ik mogelijkheden om samen met andere professionals en met het netwerk rondom een gezin heen. Zie ik mogelijkheden om zelf hulp in gang te zetten. Zien de mensen om wie het gaat die mogelijkheden ook? Willen ze daaraan meewerken? En vervolgens kun je er dan voor kiezen ofwel om zelf door te gaan samen met het gezin met het verlenen van die hulp. En daarnaast moet je dan afwegen, verwacht ik dat dit genoeg is? Mm-hmm. Of is het toch nodig, daarnaast is de situatie toch zo risicovol dat ik daarnaast een melding moet doen bij Veilig Thuis. Waardoor zij weer af gaan wegen, is het nodig om een onderzoek te doen. Ja. En die twee sporen kunnen dus naast elkaar lopen. Jeetje.
Ik schiet van alles door mijn hoofd heen op dit moment waar ik aan zit te denken. Stel dat zo'n kind, het is een hele erge situatie en een kind wordt uit huis geplaatst uiteindelijk. Wordt zo'n kind dan in Bokstel bij een gastouder ondergebracht? Of gaat dat dan echt uit de omgeving? Of hoe moet ik dat voor me zien? Want je stelt een hele ingewikkelde vraag. Ja. En daar is ook geen standaard antwoord op, want elke situatie is zo verschillend. Ja. Het eerste is dat een van de belangrijkste uitgangspunten is dat als het mogelijk is, dan een kind groeit het beste op bij zijn ouders. Eens. Dus het uitgangspunt is dat je het liefste wilt dat het gewoon in een gezin goed gaat. Ja. En dat je kijkt wat er nodig is om dat te realiseren. Ja. Bij de meeste kinderen waar extra waar hulp nodig is, is helemaal geen sprake van überhaupt de gedachte dat dat kind ergens anders op zou moeten groeien. Mm-hmm. Dat is niet aan de orde. Dat is wel een angst die mensen vaak hebben. Maar dat is niet terecht. Mm-hmm. De meeste kinderen groeien gewoon met eventueel extra hulp. Met de meeste kinderen gaat het trouwens gelukkig gewoon heel goed. Yeah. Maar kinderen waar het bij nodig is, die groeien zoveel mogelijk gewoon thuis op. Wat daar wel het mooie van is, er wordt ook altijd eerst in het eigen netwerk gekeken. Dus gewoon familie, vrienden, ja, of daar hulptroepen aanwezig zijn. Ja. Hè? En die zijn er heel vaak wel. Ja. Ik vind het, wat ik zeg net al, schieten van alles. Hey, ik zie jou knikken. Ja, het is zo, zo aangrijpend als je ja, het precies, hoort. Ja, precies. Ja. Ja, maar het is ook wel aangrijpend. Het is ook, ja. Weet je wel, soms kan in het eigen netwerk ook een mogelijkheid zijn. Hè? Ja. Ja. Ja, sta niet meer stil. Ja. Hè? Het is ook maar goed dat deze campagne, hè, deze week, is om ook mensen, of om dit onder de aandacht te brengen. Ook, is dat mensen ook, ja, als ze iets signaleren, dat ze het ook gaan melden. Ja. Ja, en nog tot slot dan. Veilig thuis is natuurlijk een belangrijke schakel om advies te vragen. Ja. Maar er zijn natuurlijk binnen de voorschoolse voorzieningen, binnen het onderwijs, mm-hmm, bij de GGD, allerlei samenwerkingspartners. Ook daar kunnen mensen gewoon terecht als ze vragen hebben. Hè? En dan worden ze ook de juiste weg gewezen. Ja, dankjewel voor je komst.